In aanwezigheid van Prins Laurent is in Middelkerke een vakantieverblijf geopend voor mensen met een beperking en zieke mensen die veel zorg nodig hebben. Het kreeg de naam Middelpunt en er werken ook 17 mensen met een beperking. Het hotel kwam er in samenwerking met de ALS-liga, met kamers op maat voor mensen die de spierziekte ALS hebben. Thijs Mauro ging kijken. Receptionist Johnny neemt ons mee door Middelpunt. Hij en zijn collega's zijn klaar om mensen met een beperking en hun familie een fijne vakantie aan zee te geven, omringd met de nodige zorg. Er zijn 44 aparte tweepersoonskamers, maar sommige kamers kunnen ook met elkaar verbonden worden. De schakelkamers kunnen we van 2 personen naar 4 personen schakelen. Zijn ze met een groep, kunnen we ook 8 personen in 1 ruimte steken. Het plan is om hier op termijn permanent verpleging in huis te hebben, maar voorlopig zorgen Wit-Gele Kruis en lokale dokters voor de medische zorgen. Maar om echt vakantie te kunnen bieden, ook aan de mantelzorgers, daar zouden we permanentie voor nodig hebben. En daarvoor zijn we aan het werken samen met de ALS-liga aan een specifieke financiering vanuit het RISIF. Belangrijke doelgroep zijn zeker de ALS-patiënten. De ziekte doet de spieren afsterven, bewegen, spreken en slikken worden op termijn onmogelijk. Daarom is het gebouw aangepast. Liften en kamerdeuren gaan automatisch open en de kamers hebben noodzakelijke hulpmiddelen om in en uit bed of douche te geraken. ALS-patiënt Timmy, die met zijn ogen een spraakcomputer bedient, is tevreden. We zijn al vaak op vakantie geweest en dat is een romp. Dus weet je, we moeten altijd zorgen voor een speciale bed, voor alles eigenlijk. Zeg, hier komt u nu binnen, je hebt eigenlijk dadelijk direct alles. Hier ziet u het bed waar de patiënt op kan plaatsnemen. En dat kan handenvrij bediend worden via het blaaszuigsysteem. Dus zij kunnen daar de noodoproep mee doen, het licht bedienen. Ook de tv gaat handenvrij bedienbaar zijn. Op vraag van de ALS-liga kwam Prins Laurent vandaag op Wereld ALS-dag naar de opening van Middelpunt. En hij is fan. Ik denk dat dit uniek is in de wereld en wij moeten, of bijna uniek in de wereld, en wij moeten dit natuurlijk laten kenbaar maken in het publiek. Het project kost meer dan 7 miljoen euro.